Rand van Hoornaar is het één en al liefde voor de showvol en de graafmachine. Rondom het regionaal machinistenkampioenschap. Nou, deze trekkers die nu draaien, dat zijn twee zoons van mij, dus daarom ben ik sowieso geïnteresseerd. Nou, die jongens die willen even warm draaien om toch een beetje publiek aan te trekken. Het machinistenkampioenschap is er op de eerste plaats om jongeren enthousiast te maken met werken met een graafmachine. Hier komen jongeren op af, hier komen mensen uit de regio op af. En heel veel machinisten en mensen van loon- en verhuurbedrijven. Het wedstrijdelement is hier bijna bijzaak, al is de wisselbeker altijd welkom. Wie verknocht is aan dit soort werk, vanaf volgend jaar is een rijbewijs verplicht. Dus daar is hij, de tractorrijschool. Nou, van aanmeldingen kunnen we nog niet spreken, maar de interesse die is er wel. Zeker op dit soort dagen, dan zien mensen de trekker staan. En het is een lesvoertuig, hij is ook helemaal voorbereid. Dus de mensen gaan wel vragen stellen om te weten hoe het dadelijk gaat lopen. Hoe oud ben jij? 14. Maak je er zorgen over, rijbewijs? Nee hoor. Nee, is wel makkelijk denk ik. Ja, die jongens die hebben natuurlijk ervaring met de bediening van het voertuig. Maar het gaat er in de basis straks om dat ze verkeersveilig de weg op kunnen, de openbare weg. En dat het iets heel anders is dan op een terrein rijden of op een akker bij wijze van spreken.